dat daar degene die met de twee vlaggen staan, daar is die rode lijn op de baan. En daar moet je dan ook op dat moment, mag je niet meer een andere plaats innemen in de rij. We gaan het zien, wat gaat er gebeuren. Het is. Kijk. Dan hele grote sloperij, gelijk na de start. Nou, gelukkig komen ze allemaal weg. Maar we gaan het zien. We gaan eens even kijken hoe het zich daar vooraan ontwikkelt. Is het dan de man die ook de snelste tijd had? Thomas Dijkstra met startnummer 53. De man uitkomend voor BTB. Beter bekend als de Briebeskeukens uit Dingsverlo. Het is 56. Het is Dani van Dijk. Dani van Dijk die de leiding neemt. Dani van Dijk met daarachter is het zeker niet Lucas Schoenmakers. Want ik weet dat hij een gigantische, ongelofelijke hekel heeft aan regen. Nou, daar staat er dan toch eentje naast. Nog een paar achterblijvers. We gaan eens zien hoe de doorkomst is. Dani van Dijk. Waar is die gebleven? Waar is Schoenmakers. Ja, dat was te verwachten. Lucas Schoenmakers daar aan 13e plek. Dani van Dijk op 1, dan Koppens, Koen Doorn, Dijkstra op een 4e plaats. Koen Doorn was dan natuurlijk vorig jaar Nederlands kampioen. Bij de micromaxen, nu in de minimaxen is hij te vinden. En kijk eens, het schuift wel lekker bij elkaar. Het blijft ook goed bij elkaar. We krijgen daar de gele vlaggen. Staan er daar eentje naast. Er zijn er toch wel een aardig eentje. Zijn er al een paar uitgevallen. En dan is het ook voor wanneer u de vlaggen ook gezwaaid ziet. Betekent dat ook dat er niet gepasseerd mag worden. En dat je dan ook als zodanig van het gas af moet. Dit is ook voor de thuisblijvers een kleine uitleg. We hebben dan Dani van Dijk. Dani van Dijk met de snelste tijd. Start nummer 56. We zien dan langzaam maar zeker Koen Doorn naar voren komen. Doorn ook altijd gek van regen. Doorn gek van regen is die. De man, hij zegt, ja, als het regent vind ik het wel lekker. Ja, dat blijkt wel, want hij, waar komt hij vandaan, Koen Doorn? Hij komt vanaf een 7e plek. Een 7e plaats en nu inmiddels al op een 2e plaats. En hij laat zich nu pas, hij wordt nu gepasseerd door, ja, door de man die de snelste tijd gerealiseerd had. Met startnummer 53. Nee, het is Thomas Dijkstra. Ja, toch Dijkstra. Dijkstra, snelste tijd. Dijkstra, de man voor de Briebeskeukens uit Dingsperlo. Nu op een 2e plek. Langzaam maar zeker stond hij als een kleine diesel naar voren. Van Dijk krijgt vroeg of laat toch bezoek. Maar, ik moet zeggen, Thomas Dijkstra, nu ook de snelste tijd met 58.972. Oh, zo, hallo hé. 58.972. Snelste tijd, de man op de 2e plaats. Uitkomend voor Koen de Meester op de Flandria. Flandria komen uit België. Vroeger was het een bromfietsfabriek. En nu, kijk, Dijkstra al bij. Ja, hij zit al bij Van Dijk, hè. Hij zit al bij Van Dijk en het zal niet zo lang duren dat Dijkstra ook de aanval dan al meteen even afslaat en dan aan Van Dijk voorbij zal gaan. Zal dat, nou net na het Mickey Mouse gedeelte, zou het wel eens kunnen gaan gebeuren dat hij hier zal gaan passeren. Ik moet zeggen, het staat ook op de zijkant van zijn kart, de Briebus. Maar ik moet ook zeggen, een beetje driftend komt hij daar dan uit. Dat Mickey Mouse gedeelte, prachtig mooi om te zien ook. En we zien dan Dani van Dijk. En het is wederom is het Dijkstra die de snelste tijd heeft. Naar buiten, naar binnen, naar binnen, naar buiten. En dan heeft hij hem niet te pakken. Nee, want Van Dijk sluit hem nou niet op, maar weet ook wel de lijn nog te houden. Het kan toch nooit zo lang duren, zoals hij nu tekeer gaat. Koen Doorn op een derde plek, de man uit Blaricum, voor Technospirit, ook hydrauliek leveranciers in de botenbouw.
nummer 37, krijgt 3 strafseconden. Dat is Dion Frank. Dion Frank met 3 strafseconden krijgt hij van de wedstrijdleiding. Dan zien we toch wat met meer moeite op met startnummer 20, Wouter Kuipers. Met Daniel ten Bak, Bart de Wit en Chris Hane op een 20ste plaats met startnummer 24. En die komt vanaf 24 en komt uit voor Slangenkarting. François Slangen natuurlijk ook al jarenlang al beschäftigd met de kartsport. Ook al heel veel. Kijk. Van Dijk. En dan krijgen we, daar wordt het wel of niet. Oh, ja. Gaf hem min of meer wat minder ruimte. En daardoor, hij dwong hem weer naar binnen. Maar ja, toen zat Dijkstra zat er al naast en wilde terugsturen. Ja, en dat gaat niet. Dat gaat helemaal op de korte bochtje. Kan je wel terugsturen, maar ja, dan manoeuvreer je jezelf in een onmogelijke positie. En het is dan nu Thomas Dijkstra die aan de leiding gaat. Koen Doorn naar een tweede plek. De man met startnummer 4. Dan Robert de Haan. Met Sen Rodenburg. Dani van Dijk en Koppens op 6-7. Is het Jord Kone met Brett Otters. Dion Frank. En de tiende is Imre Hagedoorn. We gaan eens kijken. Er wordt natuurlijk duidelijke analyses gemaakt over mogelijk de situatie met Van Dijk. Thomas Dijkstra nu met 59-654. 58-803 zet Dijkstra neer. Goeiedag. De man zei het al eerder uit voor Dingsvorlo, de Briebeskeukens, zijn ook te verkrijgen. Hebben ook een mega mooie stand altijd op de bouwbeurs. En ook worden bij Pontmeijer worden ze geleverd en bij de Bouwmaat. Een van Nederlands grootste fabrikanten van keukens. Overigens, in Kampen ook gevestigd. En we hebben natuurlijk de Brilis Plus. En hij, ja, nu op de eerste plaats met Koen Doorn op 2. Dan Robert de Haan op een derde plaats. En Robert de Haan toch altijd samen met Chris Hane te vinden voorin. Ook al, het lijkt wel een beetje automatisme te worden. Ook na vele malen al andere wedstrijden. We hebben nummer 53 krijgt 3 strafseconden. Dijkstra krijgt 3 strafseconden van de wedstrijdleiding. Het is Thomas Dijkstra met Koen Doorn. Koen Doorn op een tweede plaats. We gaan eens kijken. Hij blijft toch de snelste tijd houden, hè, de man op kop. Het is 58-539. We zitten in de negende minuut. Negende minuut van deze mans van de Minimaxen. Hij als eerste op de eerste plek op de Flandria. En ik moet zeggen, de laatste tijd zien we toch heel wat Flandria's vooraan in de kop zien we meedoen. En Koen Doorn op de Energy voor FJ Motorsport en Techno Spirit. Bijgestaan door Jennifer van der Beek en Patrick de Vries.
Robert de Haan op 3 voor BRM Racing en op een CRG. BRM stond natuurlijk vroeger ook een merk uit Italië. We hebben natuurlijk Roberto Toninelli hebben we hier ooit gehad in Nederland. Op deze baan, maar Nederlands kampioenschappen, die toen meedeed. Met de Nederlands kampioenschappen uiteraard. Hebben we dan Sen Rodenburg op 4-5. Dani van Dijk met Koppens. Dion Frank op 7-8. Konen met Brett Otters. Dan vinden we Imre Hagedorn met junior. Op 10-11 Mike Franke. Jens Pranger een 12e plek. Ook op een CRG. En achter hem Max Stemerdink. De rookie is het ook. Zijn vader kan dat vanochtend nog even melden. Dat Max Stemerdink, en ik moet eerlijkheidshalve zeggen, Stemerdink was vroeger natuurlijk de nummer 5, moet eruit, krijgt een technische vlag van de wedstrijdleiding. Nummer 5, Jeffrey Fixen. Ik zei het al, Stemerdink, vroeger was het de toonaangevende Mercedes-dealer in Nederland, in Veenendaal. Prachtig mooie, dikke, vette kanonnen kon je daar kopen. En inmiddels is het dan Ardea geworden. Nee, of Stern, de Sterngroep, heeft de zaak nu in handen. Maar Stemerdink, ja, het was de toonaangevende Mercedes-dealer van Nederland. Goed, we gaan eens terug naar de wedstrijd. Thomas Dijkstra nog steeds aan de leiding. Wel met 3 seconden aan zijn derrière. En Koen Doorn voor Techno Spirit op een tweede plek. Wat draait Koen Doorn? Draait 59-3-3-2. 58-5. Zo hé. Hallo, daar zit wel even een beetje tussen. Tussen een 58-5 en een 59. 15e zit er bijna tussen de nummer 1 en 2. Qua rondetijd. Dat is toch niet mis te verstaan. En de afstand is ook redelijk te noemen. Want die is van 1 naar 2 3,6 seconden. 3,6 seconden. Doet hij dat nou maar? Heeft hij nou maar genoeg voorsprong? Dan betekent het ook dat hij die 3 strafseconden dan ook meteen nu aan het wegrijden is. Ja, dat is wel grappig. Ja, maar het is wel zo. Op de tweede man. En dan betekent het ook dat je niet zo ver naar achteren komt staan bij de volgende startopstelling en de volgende man. 12,5 minuut. En we gaan 13 minuten en 2 ronden. 13 minuten en 2 ronden. En we zijn nu bezig met de minimaxen. De minimaxen voor de thuisblijvers. Voor ter verduidelijking. Vanaf de 10e verjaardag tot en met de 13e. 133 kilo. Een Rotax 125 cc minimax motor staat erop. 15 pk. We rijden met Vega LL99. De sliksbanden. De regenbanden zijn ook Vega. De W2. Vega komen ook uit Italië, ook vroeger al heel veel, maar al heel lang in de kartsport zijn ze te vinden. De importeur, oh, daar achterin ging het even niet helemaal lekker. Was met start nummer 3, Lucas Schoenmakers, ging even vol in de ronde. En het is echt regen, is Lucas zijn ding niet. Dat blijkt ook wel, want hij is al verder naar achteren. Op een 20e plaats. En hij startte vanaf een 2e plek. Nummer 63. 3 strafseconden. Dan heeft hij in ieder geval iets gedaan wat niet mag. Dat is Daniel ten Bak. Dat meen je niet. Daniel ten Bak. 3 strafseconden van de wedstrijdleiding. Nou. Zitten in de allerlaatste fase van deze mans. Daar is ook de koploper, die zit er nog niet aan te komen. Die nummer 53, Thomas Dijkstra. Ook de snelste tijd 58.539. Met Robert de Haan op 2, Koen Doorn een 3e plek. En 5,4 seconden achterstand al op de nummer 1, de man uitkomend voor Brieuwenskeukens uit Dinxperlo. Dan de Haan, ook voor
PRM Racing. En Technospirit is degene op de derde plek. De vierde is Rodenburg voor Gijssel Kroon en Redeker Kartteam. Vinden we dan ook, eens kijken, is Dani van Dijk toch nog op een hele mooie vijfde plaats. Want staat er nog op 56. Laatste ronde is ingegaan. En dan is het met het meest mogelijke heeft hij gedaan. En ook 3 strafseconden. Maar hij heeft inmiddels 5 seconden van zich weggereden. Dus valt straks ook nog wel mee bij de volgende mans. Of waar hij dan komt te staan. Dijkstra zal hier de volle winst pakken in deze mans. De man met startnummer 53. Gisteren al snel, vanochtend al snel in de vrije training. En nu is hij ook de snelste. En ook gaat hij als eerste zo over de lijn. Over de finish. En dan hebben we het met startnummer 53. Daar komt hij aan. Het is Thomas Dijkstra die hier de volle winst pakt ten opzichte van Robert de Haan en Koen Doorn.